familieknot, de familieknot, de familieknot. De familieknot, de familieknot, de familieknot. Hallo, wie spreekt mij? Oh, zoek dekking! In de stripboekenruilwinkel van de familie Knots is werk aan de winkel. Onkel X is weer terug uit Amerika. Maar blijkbaar niet alleen. Want wie is toch die snuiter die onkel X zo verdacht in de schaduw schaduwt? Hey, onkel X. Hallo, Knul. Zeg, je wil hopelijk wel een foto met een handtekening, hè? Van onkel. Hens. Sorry, jongen. Maar dit moet even gebeuren. Ik ben van de recherche. Ik heb niks gedaan. Wat zoekt u? Dit. Aan wie moet jij dit geven? Hm? Vertel het maar. Jij bent waarschijnlijk ook maar een loopjongen, hè? Wat dit voor een code is? Gewoon. Dat is een handtekening van onkel X, omdat die films er is. Die spaar ik. Wegwezen, hè? Ondertussen vermoeden Hansje en onkel X niks. Goed, hè? Ja, misschien krijg ik ook wel een prijs, hè? Voor die rol. Een Oscar? Oh. Stel je voor, hè? Nou, u heeft het wel behoorlijk gemaakt in Amerika, zeg. Och, het is maar gewoon een baantje, hoor, als zodanig. Ja. En het ligt me, hè, dat ge... Hands up! Oh, dat zou ik helemaal vergeten. Ik heb nog iets voor je meegebracht. Kijk eens. Een aardigheidje. Oh, leuk. Maar wat is het? Frisse ademspray. Was dat dan nodig? Nee, maar ik dacht nu jij een nieuwe jonge vriend hebt, hè? Is altijd handig in van die discotheken. Ja, inderdaad, erg handig. Bedankt. Zeg maar, vertel nog eens eventjes verder van die vrouwelijke filmsterren. Oh, hebben die nou echt zoveel capsules? Kindje, het is maar goed dat Tilletje er daar niet bij is. Nee? Zo dag en nacht werk hebben met een roze verf. Je hebt slaap, slaap, slaap. Reuze, sorry. Maar heb jij misschien een buitje chemische pijnstilletjes voor me? Ik verga gewoon. Heeft u hoofdpijn? Oh, nee, kiespijn, zeg. Oh. Ik kan morgen pas bij de tandarts terecht. Ja, dat heb je tegenwoordig met die wachtlijst. Oh ja, precies. Nou, je bent een engeltje, hoor. Frederik, lievertje komt namelijk vandaag terug. Oh, tante Til. Als die pillen nou niet helpen, hè? Misschien heb ik dan wel een beter middel. Hypnose? Sinds wanneer hou jij je daarmee bezig? Ja, sinds kort. Ik blijk daar trouwens heel veel talent voor te hebben. Ik heb een cursus gedaan. Oh, nou, dan stak toch wel eens eventjes paf van, hoor. Maar zou je wel een beetje voorzichtig omspringen met die gaven van je, hm? Waar ziet hij me vooraan dat ik daar misbruik van zou maken? Zou toch kunnen, hè? Als die kinderen in de klas je weer eens crazy maken, hm? Oh, zoiets zou ik nooit doen. Hm? Nou, hou we dan zo, hè? Hoor, en babbel er ook maar niet te veel over, hoor. Want ik weet me nooit of je gedwongen bent om jou met allen van te helpen, hè? Dat is wat. Wat betekent dit ook alweer? Terrible actor. Verschrikkelijk goed acteur. Nee. Ajo, al te saam. Oh, nota bene. Bent u weer terug? Retour. Ja. Leuk. Ik heb voor jou een souveniertje meegenomen. Oh, een spelendingetje. Dat had u niet moeten doen. Oh,
Kijk, oh, het straalpistooltje. Oh. Is er hier ook een kraan? Ja, boven. Ik moet toch gekroeien in de winkel, hoor. Oh, Rip. Niet knoeien. Hands up! Hands up! Recherche. Internationale opsporingsbrigade van de Verenigde Middelen. Interpol. Interpol. Het spijt me dat ik u even lastig moet vallen. Maar ik moet hier het een en ander onderzoeken. Huh? Mag ik even? Mm-hmm. Dat is menthol. Lekker, hè? Dat lijkt in orde, ja. Interpol. Hè? Zeg, wat komt hij hier nou eigenlijk precies doen? Komt zeker voor Onkel X, hè? Onkel X. Onder andere. Nou, loop dan maar te snel door naar boven, dan heb ik niks gezien, hoor. Boven? Ja. Wat heb je met die films, Defens? Toen ook alles voor een handtekening. Knots. Oh. 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 Au. Au. Hey, Tilletje. Oh. Tilletje, wat heb je? Oh, Frederik, lievertje, ben je er al? Oh, schatje. Mwah. Au! Zeg, dat is die verroeste kies. Je hebt natuurlijk weer te veel van de bonbons gesnoept, hè, toen ik er niet was. Huh? En je tandjes niet gepoetst. Het is ook altijd hetzelfde met jou. Ja, nou weet ik het wel, hoor. Oh, hoe ging het met je filmpje? Nou, waardeloos als zodanig. Huh? Die regisseur zat steeds op het te fitten. Dat mijn hands-up niet levensecht was en dat ik als detective helemaal nergens op leek. Huh? Oh, dus je moest eerst nog maar een beetje oefenen? Ja, maar ik weet niet hoe. Oh. Ik heb al in geen jaren meer een echte politieman aan het werk gezien, Tilletje. Oh. Ach, Frederik, lievertje, we vinden er wel wat op, hè? Ja? Oh, ja. Oh. Ik heb nog wat voor je meegenomen. Ja? Ja. Oh, bonbonnetjes? Oh, verrukkelijk. Hands up. Oh, onkel X, wat laat je me weer schrikken, jongen. Hands up of ik schiet. Ja, schiet jij me lekker, hoor. Hey, hoe haal je dit in je hoofd? Oh, maar u zei zelf dat het mocht, notabene. Niet, niet aan mijn oor. Hette. Spuit elft. Als ik dat ding te pakken krijg, dan... Helemaal uit Amerika. En ze ruikt ook zo zalig. Wat moet je met dat lelijke ding? Dan leg je tussen het ondergoed. Oh. Gaat het ook zo zalig ruiken. Dat je me niet in je hoofd haalt om het tussen mijn ondergoed te leggen, hè? Nee? Snij het ding gewoon een repen, hoor, Johanna. Ik laat mijn eigen niet bedwelmen. Hands up. Ja, hands up, hands up. Laten we maar weer eens gaan hands-uppen. Nou, je zou inderdaad bedwelmd raken, ouwe Zeemla. Dat is spulletje. Het is er een toetje. Zeg, geniepet. Ette, wat moet dat? Oh, dan kijk dat toch eens een prachtige ding uit Amerika. Lavendel? Ja, natuurlijk, ja. Hé, hey, wie ben jij eigenlijk? Politie. Internationale opsporingsbrigade van dovende middelen. Interpol. Niks mee te maken. Zo, snottenkoker. Maar Johanna, die man die is van de politie. Politie. Politie? Die moet je weg. Leuk, hè?
Een prachtig spelen dingetje. Ja. Ja. En hoe werkt dat nou? Hm? Zo? Lollig niet? Ja, even vullen. Heel geestig, ja. Hey, neef Herbert. Ja? Neef Herbert, heb jij zin om een spelletje met mij te doen? Ik ben namelijk met iets bezig en daar heb ik iemand voor nodig. Wat voor spelletje? Met een spelen dingetje. Oh, leuk! Moet jij hier gaan zitten? Zitten. Oh. Nee, 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 niet aankomen. Alleen maar naar kijken, hè? Oh. Je valt in slaap. Slaap, 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 slaap. Van nu af aan doe jij precies wat ik zeg. Pas als ik met mijn vingers knip, dan ben je weer jezelf. Je richt je pistooltje op je eigen gezicht. En je schiet. Lukt. Hey, lekker, hè? Bam, bam. Die werf, bam. Wie heeft mij nat gespoten? Dat heb je zelf gedaan. Dat zou ik nooit doen. Nee, dat klopt. Maar ik had je onder hypnose. Maar dat is gemeen. Ja, klopt. Ja, precies. Staan we kiet, hè? Dit is helemaal geen spelletje. U hebt misbruik gemaakt van de hypnose. En dat nog wel voor een onderwijzer, nota bene. Ach, dat dit nou allemaal net moet plaatsgrijpen. Net nou, ik barst van die... verroeste kiespijn. Oh. Oh. Oh, vreselijk. Oh. Tinnetje. Ah. Een veld tot huiszoeking, dat ziet er tamelijk echt uit. Ja, natuurlijk is het echt. Wat is dat dan? Een brief van de controlerend geneesheer van meester Vogel. Wacht eens even, was dat niet die man die ik vorige week nog heb bedwelmd met een dotroze verf? Nou, dat had je beter niet kunnen doen. Want die geneesheer heeft deze vent op ons dak gestuurd om een onderzoek in te stellen. Huh? Tilletje. Wat? Een lijst met namen van mensen die jij in de loop der tijd allemaal met een roze verf hebt bedwelmd. Mevrouw Pronken, mevrouw Vogel. Het bewijsmateriaal moet vernietigd worden. Ja. Zo. Jackie. Die vent zit er achter ons familiegeheim aan natuurlijk. Oh, dat is Menes. Oeh. Oh. Waar ben ik? Huh? Ben ik soms ook bedwelmd? Waar bazelt u over? Oma heeft u bewerkt met haar koekenpan. Ja. Omdat u haar eigendommetje had vernield. Hè? Zomaar, zonder aankondiging. Het wordt hoog tijd dat ik eens de politie ga bellen. Nee, dat is niet nodig. Ik ben zelf van de politie. Internationale opsporingsbrigade voor verdovende middelen, Interpol. Oh, maar dan bent u hier helemaal aan het verkeerde adres. Ja. U had ik als eerste in verdacht, ja? Maar van dat idee ben ik afgestapt. Ik heb niet meer de indruk dat er hier vanuit dit huis bedwelmd wordt. Hm? Met een... geheim middel. Wapen, zou je kunnen zeggen. Hm? Ik weet absoluut niet waar u het over heeft, hoor. Dat u mijn man verdenkt, dat is helemaal belachelijk. Nou ja, hij ziet er wel uit als een gangster, maar hij speelt alleen maar, hoor, als filmheld. Ja, nou, ja. Dat komt door mijn befaamde hands up! Ja. Oh! Oh! Wat doet u nu? Mijn man heeft helemaal geen echt pistool, hoor. Hij doet alles met zijn vingertje, Frederik lievertje. Oh, schatje, dan toch. Ja, men kan niet voorzichtig genoeg zijn, hè? U vindt het toch niet erg als ik hier en daar even een kijkje ga nemen, hm? Wij hebben niks te verbergen. Oh ja, nog één vraagje. Wat is dit? Oh, mijn pillen! U geeft dus toe verslaafd te zijn, hm? Mag ik geen eens meer een aspirintje slikken, omdat ik barst van die grote kiespijn, hè? Dus... wij zullen dit moeten onderzoeken. Goedemiddag.
ik het niet. Heeft nu al ontwenningsverschijnselen. Die krijg ik nog wel. Oh. Oh. Ja, die weer. Interessant, hè, Tilletje? Zo'n echte politieman om ons heen. Niks interessant. Dat is een romp. Oh, ik ga die man even bedwelmen met een flinke dot rossen. Nee, dat doen we niet. Nee, dat moeten we niet doen. We moeten het familiegeheim niet verraden. Wij moeten absoluut geen verdachte indruk maken, Tilletje. Nee? Maar hoe? Oh. Een oude vrouw staat hulpeloos in een drukke straat. Ze zit gewoon te springen om een goede daad. Ze moet naar de overkant, maar durft niet goed. Ik kijk het even aan, maar ziet dat niemand iets doet. Ik neem haar bij de arm, maar zij roept, raak me niet aan. Smeerlap, smeer hem, ze begint me te slaan. Met haar parapluutje, ik duik vlug opzij. En schreeuw mevrouwtje toe, luister naar mij. Ik bedoel er niks van goeds mee. Ook al lijk ik verdacht, verdacht. Het komt altijd fout over. Overmacht. Kreumend sta ik bij de halte van lijn 8. Voor me staat een meisje dat net als ik wacht. Ze grabbelt naar een kammetje in haar tas. En ongemerkt valt haar portemonnee in een plas. Heel gedienstig beurk ik en vis het ding eruit. Droog hem keurig af, dan stapt zij net achteruit. Draait zich om en ziet me en gilt, houd het dief! Ik geef een vlucht terug en stamel, alsjeblieft. Ik bedoel er niks van goeds mee. Ook al lijk ik verdacht, verdacht. Het komt altijd fout over. Overmacht. Laatst nog botste ik tegen een kerel aan. Ik zag hem door de klap zo van zijn stokje gaan. Ik paste heel attent mond op mond beademing toe. Maar die vent bleek alweer bij zijn positieve en hoe. Dit soort misverstanden maken mij zo moe. Want ik bedoel er niks van goeds mee. Ook al lijk ik verdacht, verdacht, het komt altijd fout over. Ik bedoel er niks van goeds mee. Ook al lijk ik verdacht, verdacht, het komt altijd fout over. Overmacht. Johanna, Johanna, die politiehond die zit achter de roze verf aan. Mondje dicht, hoor. Stil dat toch, als je de bejaarde roep kan dit dan horen. Ja, maar doe dat we mee moeten werken aan het onderzoek van die man. Net toen alsof, hè? Dus is eerder is of het weer verdwenen. Wat? Ja, praat u rustig door. Ik ben niet daar. Stoor u zich niet aan mij, hoor. Oh, nou, wij zijn al uitgepraat, hè? Ja. Bent u er ook weer eens een keer? Wat stookt u daar? Illegale jenever, natuurlijk. Nee, dit is geen... Ja, Johanna! Laat meneer de inspecteur dat toch even proeven, hè? Als hij het niet geloven wil. Ach zo, u wil even meewerken. Nou, die medewerking vertrouw ik helemaal niet. En? Ja, ik kan dat niet helemaal thuisbrengen. Verdacht goedje. Ja, het is toch maar gewoon een sopje om opa's zweetzokken uit te koken. Johanna! Ah, heerlijk. Ze vullen even lievertje, laat me dat nog één keer zien met een klotteltje roze verf. Hier en de klotteltje daar. Dat heb ik zin in. Dat is zo afgelopen met je gast. Nee! Huh? Jij houdt je mond, Tilletje. Je hebt veel te veel cognac gedronken. Ja, dat kan wel wezen, maar nou is mijn kiespijn te met zilvervoetje. Jij gaat naar boven, naar meester Vogel. Naar boven, waarom? Je bent me veel te loslippig. Ja, straks verraad je ons familiegeheim nog. Oh nee, dat mag niet. Dat is waar, daar heb je gelijk in.
Maar ja, als er moeilijkheden zijn, dan word ik altijd eens te waar en aan mijn ezeltje toegedreven. En ik heb het zo moeilijk nu. Daarom, Tilletje, breng het je naar boven naar meester Vogel en dan knap je mannetje beneden. Ja, dat is goed. Dat lijkt me fantastisch. Samoos, jij moet ook niks verraaien, hoor. Nee, waarom zou ik? Je zweept mij te veel met die man. Was jij nog maar op de trap treden, hè? Zo. Zal ik ze eens even met mijn waterpistooltje, mijn dingetje... Nee! Maar... Ze blijft hier, zeg! Mijn vrede heer, ik lievertje, die knapt het hele zakje op. Hè? Exact. Zou die vent dan echt van de politie zijn? Dan kan ik natuurlijk hier niet meer weg. Ik moet Jos bellen. De lijn is dood. Zo, dus jij doet mensen als ik na in de film, hm? Ja, dat probeer ik althans. Ja, nou, dat hands-up, dat was heel goed. Ja, dan ben ik gelijk erin getrapt. Ja, een beetje ervaring heb ik natuurlijk wel, hè. Mm-hmm. Alleen dat met die boeien, hè. Dat gaat bij mij altijd zo langzaam. Dat is helemaal geen boeiende beweging. Ja, nou, dat is heel eenvoudig, hè. Kijk. Zo eenvoudig als wat. Zo, klik. En dan maakt men dat hier met de sleutel heel snel weer open als men dat wil. Hm? Een kind kan er was doen. Oh, ik ben blij dat u langskwam. Mm-hmm. Dat ik dat nog eens met mijn eigen ogen heb kunnen zien. Ja, ik weet natuurlijk allang wat jullie hier verborgen houden, hè? Oh ja? Ja, als jij een lijst met namen uit mijn binnenzak steelt, dan weet ik voldoende, hm? Dat is verdacht. Verdacht, als zodanig. Mm-hmm. Dus ik weet dat jullie een geheim wapen bezitten. Maar dat is helemaal geen geheim wapen. Het is allemaal heel onschuldig als je er maar voorzichtig mee omspringt. Mm-hmm. En daarom ben ik hier, hm? Ik moet dat hebben. Anders valt het pak weg in handen van de Amerikanen of de Russen. En die zijn dol op dat soort wapens. Hm? Dus... Tilletje, die zal als het ware... Mm, dat zou kunnen, ja. Ja, nou wil ik eens even weten wat er hier allemaal aan de hand is. Het hele huis omsingeld door politie, de telefoon is al doorgesneden of zo. Hoe kan dat? Ze zullen me niet te pakken krijgen. Hè? Ja, tegen de muur, jullie. Ik heb hem al in de boeien geslagen, hoor. Als zodanig. Mooi werk. Bent u van Scotland Yard? Oh. Soms. In het cachotje. Ik snap er niks van. Was die vent nou niet van de politie? Nee, wij zijn van de politie. Die kerel was een spion. We zaten hem al lang op de hielen. Spion? Ah. Voor Amerika of Rusland of zo? Dat hangt er maar vanaf, wie dat het meeste betaalt. Nou, wat die hier nou te zoeken had. Ja. Dat vraag ik me ook af. Zeg, oh. Frederik, lievertje, die schijnt hier vanmiddag wel de rol van zijn leven te hebben gespeeld, hè. Oh, en dat hij ook meteen door had dat die vent een spion was, hè. Ja, en u dacht nog wel dat hij alles zou verraden. Ja, binnen. Knap, hè, van ik, Frederik, lievertje. Ah! Inspecteurtje. Broodje. Kan ik nog wat voor u betekenen? Nou, één klein vraagje misschien nog. Oh. Die Van der Pol, die vent, hè? Dat was toch echt geen domme jongen? Van der Pol? Mm-hmm. Hij deed alsof hij van de verdovende middelenbrigade was, maar wij weten dat hij jacht maakte op nieuwe geheime wapens. Die liggen goed in de markt. En dan vraag ik me af, welk verdovend middel of welk nieuw geheim wapen hij hier dacht te kunnen ontfutselen. De roze vent!
Dat is allemaal een misverstand. Ja, ja. Nee, want het is namelijk zo. Ik doe tegenwoordig aan hypnose. Dat weet tante Til niet, maar... Oh, doe je aan hypnose? Ja, ik heb een cursus gedaan en ik blijk daar heel veel talent voor te hebben. En die van der Pool die zat vast achter mij aan, want ik kan namelijk mensen... mijn wil aan mensen opleggen, ja. Gelooft u het zelf, die hypnose? Zal ik het u bewijzen? Gaat u maar zitten. Oh ja. Ja, en dan mag u mijn spelen dingetje vasthouden. Wat doe ik daarmee? U zelf nat spuiten, natuurlijk. Denkt u dat ik gek ben? Nou, we zullen zien. Ja. U valt nu in slaap, 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 slaap. En van nu af aan doet u precies wat ik zeg. U richt het pistooltje op uw gezicht... En u schiet. Ah! De familie Knot, de familie Knot, de familie Knot. Knot, Knot, Knot. De familie Knot, de familie Knot, de familie Knot. Knot, Knot, Knot. Oh, zoek dekking!